dat is eigenlijk best zwaar werk, dat beeldhouwen. Klopt, het is redelijk pittig om te doen, maar aan de andere kant minder zwaar dan de meeste mensen denken. Het is toch vooral een kwestie van techniek. Maak je dan ook gebruik van gereedschappen, zoals een haakse slijper of iets dergelijks? Ja, gebruik ik ook. Ik werk zowel met de hand als machinaal, haakse slijper, pneumatisch hakhamer. En ja, bij voorkeur eigenlijk toch al met de hand. Maar niet alle grote werk is daar geschikt voor. En ook niet alle steensoorten kun je handmatig bewerken. Dus. Maar de finishing touch moet toch altijd met de hand? Hè? Ja, bij voorkeur zeker. Het contact met de steen is gewoon voor mij heel erg belangrijk. Dus. Ja, maar ik hou ervan om een beetje de zaak af te wisselen. Als ik iets een tijdje gedaan heb, dan... wil ik gewoon weer wat anders. Ja. En beeldhouden is van de laatste tijd? Dat is iets van de laatste jaren, ja. Ja. Maar ik vind het wel lekker om een beetje lichamelijk bezig te zijn. Een beetje je armen te gebruiken. En de schilderijen? Volgens mij bent u in Frankrijk geweest. Ja, die komen inderdaad uit Frankrijk, ja. Ja. Maar zo nu en dan heb ik zin om te schilderen en dan laat ik het beeldhouden weer zitten. En dan wil ik weer eens een tijdje linoleum snijden of, nou ja, er is altijd wel wat te doen. Dat laatste werk wat net gefilmd is, heeft u het ook in Frankrijk gemaakt? Ja, dat is wel deze keer als enige. Meestal maak ik er meer, maar ja, doordat ik het huis zo netjes achter wilde laten, omdat ik het hoop te verkopen, heb ik natuurlijk minder tijd aan mijn andere werk gehad. Maar het is wel een dubbele. Het is wel een dubbele, ja, heb je goed gezien. En dat was lastig hoor, dat was lastig. Hoe lang doet u dit werk al? Ik ben van 2002 kunstacademie gedaan en dus 2006 ben ik in de werkhaven Almelo gekomen. Dus dan kun je wel nagaan hoe lang het dan is, bijna meer dan 15 jaar denk ik zo'n beetje. Ja. Maar u woont in Enschede en u werkt in Almelo? Nee, ik werk ook in Almelo. Mijn atelier is in Enschede. Ja, ja.